Ik ga jou laten zien hoe je een ster kan maken op je touwtje. Je begint door het draad over je duim te plaatsen, naar de andere kant over je pink. Zo, hetzelfde doe je aan deze kant over je duim, aan de andere kant over je pink en dan het draad een beetje strak trekken. Dan gaan we beginnen met de tralies. Dus eerst even mijn middelvinger, het draad oppakken, strak trekken. Andere kant ook, mijn middelvinger tussen die twee draden in, draad oppakken, strak trekken. Nou, dit lijkt een beetje op kop en schotel. Ik ga hier mijn duimen op plaatsen om dan mijn duimen onder het draad te pakken die ik wil gaan oppakken. Die pak ik dan zo op. Nou, en dit is het moment waarop je eigenlijk je mond gaat gebruiken. Dus een beetje raar filmen voor mij. Dus ik heb mijn zoontje even om hulp gevraagd. Kan jij het draad wat hier staat, dat doen de kijkers doen dat met hun mond. Die trek je heel iets naar boven. Heel iets omhoog, zodat ik dus over mijn duimen. Ja, zo ja. Oké, dan laat je je pinken, die laat je zo los. En dan heb je dus een ster. Alleen om die ster mooier te maken, ga ik het draad hier even een beetje omdraaien. Kan je ook met je vingers doen hoor, maar dan ziet het er misschien een beetje raar uit voor jullie. En zo draai ik hem om. En dan hebben we zo een ster die je dan een beetje mooi moet houden. En dit waar je dus nu een extra vinger ziet, dat is dan dus je mond. Met je mond maak je dan zo een ster. Doen we nog een keertje, ja? Draad oppakken, zo. Eerst de tralies. Dan hier duim overheen, daar onderdoor. Dit trekken, nou met je mond dit optillen, zo. En dan dit loslaten. Dan ga je hier het draad. Net heb ik hem dus niet laten vallen wat ik dus nu doe. Net had ik hem zo gedraaid. Ik denk dat dat makkelijker is even om aan jullie te laten zien. Zo, die draaien. Even de kruising eruit, want dan heb je zo een mooiere ster. Ik hoop dat jullie de ster die we samen hebben gemaakt leuk vinden. En jullie veel plezier met de ster.